Hey en welkom in een nieuwe video waarin dat we het vandaag gaan hebben over gronding, grondingskoorden en vooral wat dat ook te maken heeft met conceptie. Want wanneer je spiritueel aan het ontwikkelen bent, dan ga je waarschijnlijk vaak horen of lezen dat het belangrijk is dat je goede gronding hebt, dat je goede aarding hebt, dat je grondingskoorden moet laten aanpassen of optimaliseren. Nu, in het begin van mijn ontwaking, van mijn spirituele ontwikkeling, kreeg ik dat ook vaak te horen, dat mijn gronding steviger moest zijn. En eigenlijk op dat moment wist ik niet zo goed waarover ze het hadden. Want ik ben als een aardeteken, ik ben maagd, vond ik immers dat ik heel goed geaard was, dat ik aard was en eigenlijk allesbehalve spiritueel eruit zag. Nu, weet ik immers meer over het belang van gronding, van een stevige gronding in aarde. Niet alleen mijn eigen ervaring, maar ook uit ervaring met mijn klanten, mijn collega's, als ik het zo mag noemen. En nog eigenlijk meeste door de boodschappen die ik ontvang van mijn gidsen en mijn hogere zelf. En het is eigenlijk ook op hun vraag dat ik hierover een blog geschreven heb en hierover ook nu een video maak. Omdat het heel belangrijk is om inderdaad een goede gronding te hebben. Nu, eigenlijk eerst een stukje terug naar het ontstaan. Van jij, jouzelf. Want heb je ooit eens afgevraagd hoe dat jouw ziel in jouw lichaam komt? En je weet wellicht wel, of tenminste, dat mag ik toch verwachten of vanuitgaan, dat je weet hoe dat het geboorteproces verloopt. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op het ogenblik van conceptie er iets gelijkaardigs gebeurt met jouw ziel, dus met jouw energie. Waar je bij je geboorte eigenlijk op een heel wonderbaarlijke manier plots door het geboortekanaal geduwd wordt, richting het licht om geboren te worden, ga je eigenlijk als ziel vooraf door een soort van lichtkanaal, richting de bevruchte eicel. En dat is eigenlijk op het moment dat een zaadcel en een eicel samenkomen, ontstaat er een bepaalde kracht, zodat er een energetische opening gecreëerd wordt naar die hogere realms, waar jouw ziel eigenlijk aan het wachten was. En de ziel die op dat moment klaar is om te incarneren, kan dan eigenlijk indalen in de zygote, eigenlijk een moeilijk woord voor die bevruchte eicel. Nu, je weet dat om een mens te creëren, op dit moment eigenlijk nog altijd een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel nodig is. En als je de wetenschap en de biologie erop naslaat, dan weet je ook dat deze cellen, dus die twee cellen, de zaadcel en de eicel, gaan versmelten. En die chromosomen komen dan bij elkaar. En vanaf dat ogenblik kan die bevruchte eicel, die zygote, zich gaan delen. Nu, op energetisch vlak gebeurt er eigenlijk ook van alles op dat ogenblik. Want de goddelijke mannelijke en de goddelijke vrouwelijke energie, die komen eigenlijk samen om een nieuw leven te gaan creëren. En dat nieuw leven, dat wordt eigenlijk een derde energie. Nu, vanuit logische verstand zou je kunnen zeggen dat die opening, die barst, die burst, die vlam van energie, eigenlijk enkel maar kan ontstaan door de kracht en magnetisme van orgasmes. Maar dat zou dat eigenlijk ook betekenen dat er geen bevruchting of geen indaling van een ziel kan plaatsvinden wanneer dat er iemand niet tot een orgasme kan komen. Nu, dat heeft ook te maken met allerlei blokkades, maar daar gaat deze video nu niet over. Maar dat zou dus dan betekenen, als het zo zou zijn, dat de kans op incarnaties aanzienlijk gaat gaan dalen. Wat dat maakt dat de natuur natuurlijk heel vernuftig is en daarom hebben orgasmes ook een ander doel. En daar ga ik je wel over vertellen in een andere video in de komende week. Maar dat is dus niet het doel of de reden van orgasmes of de functie vooral van orgasmes. Nu, hoe kan een ziel zich dan eigenlijk aan materie gaan koppelen? Nu, aangezien dat een ziel energie is, en dat is eigenlijk licht van materie is, is moeilijk om enkel als bewustzijn hier op aarde te blijven. En vooral, wat is er dan moeilijk aan? Het is moeilijk om dan eigenlijk ervaringen op te doen, zoals dat wij wel kunnen, terwijl dat we in ons fysiek lichaam zitten. Wij kunnen warmte ervaren, we kunnen pijn ervaren. Eigenlijk alles wat we ervaren, kortom. Want als je als puur bewustzijn, je kan je wel naar de aarde komen, maar je blijft niet verbonden aan je fysieke lichaam of aan een fysieke lichaam. Je bent hier wel, maar je kan die ervaringen wat je als, wanneer je wel verbonden bent aan het fysieke lichaam, die kan je niet ervaren. Dus als energie kan je niet dezelfde ervaringen hebben dan wanneer je in een fysiek lichaam
geïncarneerd bent. En eigenlijk komt erop neer dat wanneer je geen gronding hebt, dat je eigenlijk jouw energie weer uit jouw fysieke lichaam zou gaan. Waardoor je eigenlijk op dat moment opnieuw die transitie maakt naar een puur bewustzijn. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat er een beetje gebeurt als we gaan sterven. Dan laat je je grondingscode volledig los, waardoor dat jouw energie via de energetische kanalen boven jou, je energie teruggaat naar de bron, naar je hogere zelf. En hierbij is het dus belangrijk om te weten dat je dus niet het witte licht volgt op dat moment, zoals veel mensen zeggen, maar dat je wel de gouden tunnel boven jou volgt. Want het witte licht vertegenwoordigt een dimensie, een leefwereld, een densiteit, hoe je dat ook wil noemen, waar dat er nog altijd dualiteit is. Want van wit is er nog altijd het tegenovergestelde zwart, donker. En net dat, die dualiteit, willen we van ons tegen. Want eenmaal dat we hier onze lessen geleerd hebben, willen we terugkeren naar die eenheid, ook in de hogere realms. Het is niet zo dat we hier op aarde gaan leren over eenheidsbewustzijn, dat we gaan terugkeren naar eenheid, en dat we eenmaal dat we ons lichaam verlaten, dat we dan eigenlijk teruggaan naar die dualiteit. Dat is niet de bedoeling. Dus dat even terzijde, volg de gouden tunnel om terug thuis te komen bij jezelf. Nu, het omgekeerde proces vindt dus eigenlijk plaats wanneer je ziel gaat gaan indalen in die bevruchte eicel. Dus bij die conceptie. En dus niet alleen op fysiek vlak gebeurt er heel wat in de eerste uren na bevruchting, maar dus ook op energetisch vlak. Want er worden namelijk energetische koorden aangemaakt. En die grondingskoorden verbind je met de kristallen, de zilveren kristallen kern van je goddelijke moeder. En je goddelijke moeder is eigenlijk de aarde. Dus eigenlijk word je verbonden op dat moment via grondingskoorden, dat zijn energetische koorden, met de kern diep van binnen in de aarde. En naarmate dat je groeit als ziel en je energie verhoogt, gaan ook de grondingscoren aangepast worden. Ze worden geoptimaliseerd en met de tijd komt er eigenlijk zelfs grondingscoren bij. Dit allemaal met als doel om je energie stevig op aarde vast te houden in je fysieke lichaam, zodanig dat je nog kan steeds blijven functioneren in die 3D-wereld. En dus eigenlijk vanuit dat fysieke lichaam ervaring kan opdoen, lessen kan leren. Nu, soms zie je bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld, dat die ook problemen hebben met een gronding. Of bijvoorbeeld mensen die drugs gebruiken of die heel veel alcohol en zo drinken, en al alcoholverslaafden, die eigenlijk op dat moment de zwaarte van het leven op aarde eigenlijk wat willen ontvluchten. Die zorgen er eigenlijk voor, doordat ze die middelen gebruiken om zichzelf te verdoven, zorgen er eigenlijk voor dat hun grondingscoren beschadigd worden. Waardoor dat bijvoorbeeld drugsgebruik vooral er uiteindelijk kan voor zorgen dat hun ziel de aarde voortijdig verlaat. Door het feit dat de grondingscoren niet meer geoptimaliseerd en niet meer voldoende zijn om die energie hier vast te houden. Nu, wat is het nut van die gronding? Los van het feit dat dat ook een stukje samenhangt met jouw energie verankeren in jouw lichaam. Kort gezegd, een goede verbinding of goede gronding zorgt voor een goede verbinding met de bron. Met het universum, met je hits en met je hogere zelf. Dus als je nu op een punt staat en zegt, ik wil mijn helderziendheid, helderhorendheid, helderwetendheid of heldervoelendheid verder ontwikkelen, dan is het belangrijk dat je weet dat je een zuiver kanaal mag zijn. Dus tussen zowel bovenaan de bron als onderaan de kern met de aarde en dus eigenlijk je gronding. En daarom is het ook handig om zoveel mogelijk blokkades in je energiesysteem en je chakras te gaan zuiveren. Want dat zorgt ervoor dat de levensenergie die je ontvangt van de bron, dus via die gouden tunnel waar ik daarnet over sprak, dat die eigenlijk vrijelijk door je heen kan stromen. Dus door je systeem weg en weer kan stromen naar de kern van de aarde. Om eigenlijk afvalstoffen, al hetgeen dat je niet meer nodig hebt, gewoon weg te geven aan de aarde. En niet alleen in je fysieke lichaam, maar eigenlijk ook dan uitspreidt naar je verschillende lichtlichamen. Nu, naarmate dat je energie verhoogt, ga je ook te maken krijgen met ascensieverschijnselen. En als je daar veel last van hebt, dan kan je gewoon ook vragen aan de lichtwezens van de eenheid om je grondingscode aan te passen en te optimaliseren naar je huidige vernieuwde energie. Dus je vraagt gewoon, beste lichtwezens van de eenheid, ik vraag om mijn grondingscode aan te passen en te optimaliseren naar mijn huidige vernieuwde energie. Of je kunt ook zeggen, ik transformeer en optimaliseer mijn grondingscode. Als je weet dat je een actieve transformatiekracht hebt,
En als je er jezelf erin vertrouwt, dat je dat inderdaad al kan. Want mijn ervaring is dat wanneer je dat regelmatig doet, de ongemakken die gepaard gaan met die verhoging van je energie draaglijker worden. En soms zelfs volledig verdwijnen, afhankelijk van waar je zit in je zielsgroei. Maar dat betekent dus niet dat je gewoon maar kan blijven doorgaan. Het is nog altijd belangrijk dat je voldoende rust neemt en luistert naar de signalen dat je lichaam jou geeft. Want jouw lichaam vertelt je heel hard wat dat jij nodig hebt. En hoe meer je intapt op je innerlijke leiding en hoe gemakkelijker je eigenlijk je fysieke lichaam ook gaat kunnen aanpassen aan die hogere energie. Want de nieuwe updates, de nieuwe downloads die je krijgt, de aanpassing van je energie, komen altijd van het eerst in het energetische, dan emotionele en mentale lichamen, om dan uiteindelijk in je fysieke lichaam te worden aangepast. En dat is het lastigste, in die zin dat je daar het meeste last van kan hebben. Bij emotionele en mentale lichaam ook natuurlijk. Maar bij je fysieke lichaam kan je echt ook pijn hebben. Dat hoeft niet, maar dat kan. wat wou ik nog meegeven? Een voordeel van een goede gronding is dat je minder last gaat hebben van de energie van anderen. Wellicht zijn er personen of situaties in jouw omgeving die je uitputten, die je moe maken, die je verdrietig maken of die je angsten triggeren. Of gebeurt het dat je eigenlijk de emoties van anderen gaat gaan voelen, waardoor je zelf helemaal ondersteboven ervan wordt, raakt, hoe zeg je dat? Dat je er helemaal ondersteboven van bent. En dus een goede gronding helpt je dan eigenlijk om die energie los te laten. Of gewoon ook om te erkennen welke energieën of welke emoties, welke gedachten van jou zijn en welke van de anderen zijn. En via een goede gronding kan je dat heel gemakkelijk, telkens bijvoorbeeld voor het slapen gaan, alle energieën die niet van jou zijn terug naar de aarde sturen via je grondingscode. En hoe doe je dat? Gewoon visualiseren dat die energieën je fysieke lichaam en je lichtlichaam verlaten via de kanalen van je benen. Dus je benen zijn eigenlijk energetische kanalen. Via je voeten en zo via die energetische koren onder aan je voeten tot in de kern van de aarde. En de aarde heeft dan eigenlijk de taak op zich genomen om die laagtrillende energieën te transformeren opnieuw naar liefde, naar hoger licht, naar gouden licht. Nu, persoonlijke groei en het ascensieproces, dat is eigenlijk het bewustwording waar iedereen doorgaat, verloopt voor iedereen anders. En dat is afhankelijk van de lessen die je komt leren en van de taken die je hier hebt op aarde. Dus daarom is het ook heel waardevol om je te laten ondersteunen en meer inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling. Want uiteindelijk, inzicht geeft kracht, waardoor je je ook niet langer gaat laten gek maken door ideeën en meningen van anderen. Waardoor je niet constant gaat gaan twijfelen van wat is er nu gaande, wat gebeurt er hier nu, wat heeft dat te betekenen, wat heeft dit mij nu te leren, en zo verder. Dus mocht je daar ondersteuning of hulp in nodig hebben, of mocht je nog meer willen weten over die gronding en die grondingscode en hoe dat eigenlijk bij jou zit, dan kan je eigenlijk heel gemakkelijk via de linkjes hier onder de video een sessie met mij boeken en dan kijken we wat jij op dit moment nodig hebt. Zo, en zoals altijd, een licht en liefde voor in dienst van ieders hoogste goed wens ik jou nog een fijne dag en ik hoop dat je weer iets bijgeleerd hebt. Tot in de volgende. Dag.